We staan hier in de productiehal, zeg maar, een van de hallen van Hurst Prefab Beton in Veldhoven. En ja, hier is eigenlijk waar het allemaal begint en waar het gebeurt. In plaats van appartementengebouwen op te metselen op een bouwplaats, bouwen ze bij Hurks in de fabriek. Daar maken ze losse elementen, gevels en muren, met de kozijnen en ramen er al in. In Londen hoeven die elementen alleen nog maar in elkaar geklikt te worden. En tada, een nieuwe flat made in Veldhoven. Nou, dit is zeg maar de basis van de elementen waar we bakstenen in verwerken. Dus we hebben hier de bodem van de mal. Deze latjes, dat is eigenlijk, dat vormt een malletje waar de stenen in komen. Wij zijn nu de mortel aan het storten voor de sandwich element. Ja, nou de specie waar eigenlijk dan de voegwerk van jouw stenen wordt straks in het element. We hebben eerst de stenen die gelegd zijn, vervolgens zijn die stenen aan elkaar gestort. We bouwen het pakket op en zodra de isolatie er dan op ligt, komt de wapening daarop, het wapeningstaal. En vervolgens wordt daar het beton op gestort. En dan hebben we eigenlijk het totale sandwich element compleet. En zo'n sandwich element, dat is dus een gevelplaat. Al dat beton moet een dag drogen en dan kan het worden afgewerkt. Dan moet je denken aan de puien die erin worden geplaatst, de waterdichte lagen die er op de top van de elementen worden geplakt. En dan zijn ze eigenlijk klaar voor transport. Een soort PlayStation. Een beetje zwaar inderdaad. Wat hangt er nou aan? Deze elementen wegen ongeveer 16, 17 ton. 17.000 kilo. Per truck gaan de gevelplaten naar Rotterdam en met de ferry gaan ze naar richting Engeland. Daar bouwt Hurks aan verschillende projecten. We zijn hier op het project Royal Wharf en achter je zie je eigenlijk de eerste twee appartementengebouwen die we nu aan het maken zijn. Met grote kranen worden de elementen omhoog getakeld. Vervolgens klikken we eigenlijk als een soort Duplo systeem gebouwen in elkaar. Dat is wat wij doen. De woningnood in Londen is groot, dus moet er veel gebouwd worden op de weinige plek die beschikbaar is. Overal waar je kijkt zie je hijskranen staan. Er is een groot gebrek aan bouwvakkers. Dat is een van de redenen waarom ze in Londen zo blij zijn met de Brabantse technologie. De teams hier bestaan uit ongeveer 12 personen. En met 12 personen bouw je dus een compleet gebouw. En dat is anders dan de andere gebouwen die je om je heen ziet. Als wij met 12 man bezig zijn, zij wellicht met 80 of 90 mensen bezig zijn. Daar zit het grote verschil. En tijd is geld, zeker in Londen. Dus dat het prefab bouwen sneller gaat dan bouwen op de ouderwetse manier, is ook mooi meegenomen. Zo gauw als wij op, in dit geval op niveau 3 zijn, kunnen ze op de niveaus onder ons al beginnen met het monteren van alle installaties, de installatietechniek. Vervolgens als dat weer een niveau hoger is, beginnen ze met het monteren van alle wanden en het afmonteren, zoals de keukens, badkamers, vloerbedekking, hardhouten vloeren, de lichten, de spotjes. De eerste woontorens van Hurks in Londen zijn zo goed als klaar, maar er komen er nog flink wat bij. Er ligt een nieuwe deal voor 1200 appartementen, ter waarde van meer dan 100 miljoen euro. Zolang de woningnood in Londen aanhoudt, is er werk zat. Als ik dit zo zie, dan denk ik dat wij hier tot eind 2018 aanwezig zullen zijn op dit bouwproject.